Ruim een miljoen ouderen betaalt het liefst met contant geld. Dat blijkt uit onderzoek van Ouderenbond Anbo. En dat terwijl het steeds moeilijker wordt gemaakt doordat banken massaal geldautomaten en servicebalies sluiten. Op het moment dat er heel veel van die pinautomaten gaan sluiten, kunnen deze mensen geen geld meer halen. Sommige mensen kunnen niet digitaal bankieren of pinnen. Andere mensen willen dat ook niet. De servicepunten die nu door banken worden weggehaald, dat gaat grote problemen geven. Mensen die bijvoorbeeld in een dorp wonen, niet digitaal vaardig zijn, die zeggen ja, als dat servicepunt in mijn dorp verdwijnt, hoe ga ik dan mijn bankzaken doen? Hoe ga ik mijn rekeningen overmaken? Je kunt je voorstellen als die servicepunten heel snel weg worden gehaald en er geen andere optie is, bijvoorbeeld mobiele servicepunten in de wijk of bankcoaches die bij deze mensen thuiskomen, dat deze mensen echt in bijvoorbeeld de schuldhulpverlening kunnen raken. Mevrouw Agema, wat voor verhalen hoort u persoonlijk van mensen die u hierover spreekt? Nou, ik vind wel eens berichten in mijn inbox over, nou, vooral van kinderen, van bijvoorbeeld 80-plussers, die aangeven, ja, bij ons in het dorp verdwijnt alles. Hè. Eerst het verzorgingshuis, de aanleunwoning was al weg. En nu verdwijnen ook postkantoren en de bank. En dat is natuurlijk voor ouderen, ja, dat kan eigenlijk gewoon helemaal niet. Nou, was 2 weken geleden ongeveer was de minister van de Financiën hier te gast. En die zei, ja, het is wel erg dat de geldautomaten sluiten, maar binnen 5 kilometer, een straal van 5 kilometer, kun je er altijd 1 vinden. Is dat een afstand die u acceptabel vindt? Nee, ouderen zijn natuurlijk minder mobiel. Die kun je niet zomaar even 5 kilometer naar het volgende dorp laten gaan. Dus dan gaan ze dat vragen aan kinderen of wat dan ook. Maar je maakt het allemaal zo moeilijk. En het is natuurlijk een tijd geweest dat we gewoon nog verzorgingshuizen hadden. En dat is juist wat nu ook ontzettend belangrijk is voor die ouderen, en ook de komende 20 jaar, is dat er veel meer gebouwd gaat worden. Veel meer verzorgingshuizen komen, dat je geclusterd kunt wonen. En in zo'n woonzorgcentrum is het natuurlijk heel makkelijk om daar een pinautomaat, een winkeltje, een postpunt te hebben. En dan eigenlijk weer terug naar hoe we het vroeger hadden? Nou ja, dat is ontzettend belangrijk, het aantal 75-plussers verdubbeld de komende 20 jaar. Maar dus ook naar die vorm, of ziet u dat anders? Nou ja, we hebben natuurlijk hele moderne vormen van verzorgingshuizen. Het hoeven niet lange gangen te zijn. Dat kunnen gewoon individuele kamers zijn, kleine locaties. Maar wel met een voorzieningenniveau dat meer is dan waar het nu naartoe gaat. Nu gaat het gewoon allemaal toe naar afbraak. Je ziet dat het steeds minder wordt. Ja. Meneer Ten Broeke, heeft u verhalen uit uw omgeving van mensen die hiermee te maken krijgen? Ja, ik heb natuurlijk ook mensen die wat ouder worden. Het is prachtig. Mijn ouders wonen nog steeds op zichzelf. Dat is prachtig en geweldig. Maar inderdaad, in allerlei nieuwe woonvormen. En als je dan inderdaad die financiële, of de bereikbaarheid van de financiën, het liefst niet al te moeilijk voor deze mensen dichtbij kunt houden, dat is natuurlijk prachtig. Maar we gaan wel naar een toekomst waarbij dit soort zaken gewoon moeten veranderen. Ja, dat snap ik ook wel. Daar ben ik niet mee eens. Nee, bent u niet mee eens? Een toekomst waar ook steeds meer ouderen deel van uitmaken. Ja, maar daarom en steeds groter deel van uitmaken. Een belang bij voor banken ook om daarin te voorzien. Omdat heel veel ouderen natuurlijk op een gegeven moment ook belangrijke klanten zijn van die banken. Dus in die verzorgingstehuizen, in die nieuwe woonvormen, precies als Fleur zegt. Denk ik dat men daar actief over moet nadenken om dit soort voorzieningen mee te nemen. Mevrouw Agema, denkt u niet dat dit een probleem is om, dat is misschien een beetje cru gezegd, maar dat het uiteindelijk ook overgaat? Omdat steeds meer jongere generaties natuurlijk wel online bankieren. Dus dat uiteindelijk geen issue meer is, dat mensen contant geld willen en dat soort issues? Nou, uiteindelijk is het natuurlijk wel een issue, omdat het heel erg snel gaat met de vergrijzing. En wat ik zei, er zijn ook heel veel ouderen die natuurlijk wel een iPad hebben en computervaardig zijn. Maar een heleboel 80-plussers beginnen er ook niet meer aan. Ja. En wat ik ook zei, ook jongere mensen moeten contant kunnen blijven betalen. Mijn opa en oma bijvoorbeeld, die gingen in het begin ook niet naar de pinautomaten. Gingen ze naar de bank toe, naar een bankfiliaal, om geld te halen. Ja. Uit het onderzoek van de AMBO blijkt ook inderdaad dat veel ouderen toch het gevoel hebben dat het niet veilig is ook om online te bankieren. En dat ze daarom ook liever cash hebben. En ook omdat ze gewoon beter weten wat ze uitgeven, omdat het niet meer in de portemonnee zit. Maar er zit natuurlijk wel een reden achter mijn vraag, maar dat die geldautomaten worden gesloten. Het heeft te maken met veel plof- en ramkraken. Ja. Op die manier wordt dan gezegd, nou ja, dan halen we ze weg. Dan kan het ook niet meer misgaan. Nee, maar dat zie je zo vaak. Maar dan wordt dus de oorzaak niet aangepakt. Dan gaan we ons maar aanpassen aan de oorzaak. Het lijkt mij toch goed dat er iets wordt gedaan aan die plofkraken. En dat vermindert. In plaats van dat je dan als gevolg daarvan de pinautomaten maar weghaalt. En wat zouden we daar dan aan moeten doen? Ja, een betere opsporing, een betere berechting. Okay. Ja, daar zeggen aan de slag. Vooral met de veiligheid hier in het land. Ja. Vooral ouderen in krimpregio's zijn de dupe eigenlijk van het verdwijnen van openbare voorzieningen. Zoals brievenbussen, geldautomaten en bushaltes. En in het Utrechtse Oudewater is de frustratie groot. Een pinautomaat, dat laat ik mijn kleinzoon al doen. Omdat dat soms kilometers ver weg is.
als ik het zelf zou moeten doen, dan zou ik het op dit moment heel niet meer weten. Ik heb gewoon, als ik ergens ga winkelen of zo, dan heb ik gewoon geld bij me. Wat vindt u van de bereikbaarheid van voorzieningen hier? Ze moeten hier in Oudewater alle trottoirs opknappen. Die zijn zo verschrikkelijk ongelijk. En als je naar de binnenstad wil, is het helemaal een drama. Er is geen straat die goed gelegd is. Voor de auto's is alles goed geregeld, maar toch voor de rolstoelers niet. Nou, de pinautomaat zit in de stad. En dan moeten mensen hebben dan familie nodig of vrijwilligers om daar te komen. Want we hebben wel een tijdje hier een bus en huis gehad, maar dat is ook niet meer. Dus dat, ja, ze zijn echt afhankelijk van anderen daarvoor. Er zijn wel mensen die nog wel graag zelfstandig een rondje buiten lopen en die dat ook best gewoon wel kunnen. Maar nu niet, doordat wij dan gewoon mee moeten, omdat ze anders gewoon, het gewoon te gevaarlijk is. Ja, als u dit hoort... Het moet toch mogelijk zijn om daar inpandig een automaat neer te zetten? Ja. Is dat iets waar u in de Kamer ook voor strijdt? Bent u ermee bezig om dit voor elkaar te krijgen? Ja, en het is soms ook echt vechten tegen de bierkaai. Ik ben nu 13 jaar Kamerlid, 13 jaar zorgwoordvoerder. En dat wordt alleen maar minder. Alle voorzieningen worden minder. En je staat naar afbraak te kijken. Terwijl, wat ik al zei, de komende 20 jaar neemt het aantal 65-plussers toe. Ja. Het verdubbelt zelfs. En... Welke partijen zitten u dan in de weg? Nou ja... VVD, CDA, ja. Die regeringspartijen. Ja. Wat krijgt u van hen dan te horen als u zegt van ik wil dit voor de ouderen regelen? Nou, ze willen altijd maar bezuinigen. Maar het is dan vaak goedkoop is duurkoop. De effecten van bezuinigingen die zijn vaak heel omvangrijk. Als je het verzorgingshuis sluit, dan heeft dat zo'n groot effect. Mensen raken verpieterd, vereenzamen, voorzieningen verdwijnen. En dan zul je toch wat meer prioriteit moeten hebben bij die ouderen, ja. Die oudere generatie. In plaats van bij een klimaatakkoord.